Van kleurrijke papegaaien tot kwetterende parkieten en vrolijke kanaries. Deze gevederde vrienden brengen leven in huis. Maar achter hun prachtige verenkleed schuilen soms serieuze uitdagingen op het gebied van welzijn en gezondheid. Wij gingen op pad om de wereld van de huisdiervogel te verkennen. Onze eerste stop, Vogelhospitaal Naarden, waar jaarlijks zo'n 7000 vogels worden opgevangen. Waaronder natuurlijk ook huisdiervogels. Hey, goedemorgen. Hey. Niels, welkom. Hey, dankjewel. Je ziet wel dat er steeds meer behoefte is aan een opvangplek voor huisdiervogels. Of het inderdaad is voor tijdelijk, hè, dat mensen die naar een ziekenhuis moeten of voor vakantie. Maar ook dat steeds meer mensen die een dier wegdoen. En dat kan zijn inderdaad omdat het noodgedwongen is omdat iemand inderdaad naar een verzorgingstehuis moet of overlijdt. Maar ook mensen die dan er toch achter komen dat een huisdiervogel gewoon niet past in hun situatie, zeg maar. Je hoort het hier ook, hè. Dus ze maken soms best heel veel herrie. De buren krijgen er last van en dan, ja, eigenlijk moeten mensen er al vooraf over nadenken, maar ja, het is zo leuk. Als ze dan hier binnenkomen, hoe zijn ze er over het algemeen aan toe? We hebben huisdieren, zeg maar, die worden gevonden op straat, hè. Die zijn er vaak beter aan toe dan, zeg maar, de huisdieren die uit hun huis komen. Je merkt toch dat als mensen afstand doen van hun vogel, dan is daarvoor al een periode afgegaan, zeg maar, waarin dieren niet de ideale leefomstandigheden hadden. Dus dan zie je toch vaak dat ze wat viezer zijn of kaal, meer gestrest. Dat is wel een opvallend verschil. Kijk, een huisdiervogel buiten kan ze vaak prima redden, zolang er eten is en zo. En dan redden ze zich wel. Ze hebben ook vaak niet last van de kou, zolang er maar eten te vinden is. Maar dus ja, vaak, ze zijn er vaak niet al te best aan toe. Dat er echt wel wat minder goed verzorgd voor een bepaalde periode. En als het gaat even minder goed verzorgd, waar moet ik dan aan denken? Wat zijn de gevolgen daarvan? Wat zie je bij die vogels? Maar ja, wat kom je tegen? Te kleine huisvesting, niet de ideale plek, zeg maar, in huis. Heel vaak niet voldoende aandacht. Hè. Ik bedoel, een dier schreeuwt, handdoek eroverheen. Dus ja, zo'n dier zit 20 uur per dag onder handdoek. Ja. We zijn ook wat verhalen tegengekomen over echt gedragsproblemen. Herkent u dat ook bij sommige vogels die binnenkomen? Dat komt zeker bij de papegaaiachtige voor, hè, de grote kromsnaap, zeg maar. En ja, dat heeft toch eigenlijk altijd te maken met aandacht, weet je, met gewoon, weet je, de aandacht die mensen hebben voor hun dier. Zo'n papegaai of klein grote kakatoe, weet je, die moeten gewoon echt wel 10 uur per dag aandacht geven. Het is net een kleuter. Ik bedoel, je moet hem constant bezighouden, aandacht. En als je dat niet doet, dan gaan ze zich vervelen. En hoe uitzicht dat, verveling, bij zo'n vogel? Plukken, dat is een veel voorkomend iets wat je ziet, hè. Kale vogels, maar ook stereotyp gedrag, weet je. Steeds dezelfde bewegingen maken, hetzelfde rondje lopen, draaien, zeg maar, weet je, allemaal van die. Wat mensen zeggen, oh leuk, hij doet een kunstje, weet je, is vaak gewoon stereotyp gedrag. Dus iets wat ze uit verveling aanleren. En dat geeft ze dan uiteindelijk bepaalde endorfines af, waardoor ze zich happy voelen. Dus een soort drugs voor hun. En bepaalde rondjes zie je ook bij dierentuindieren, die steeds hetzelfde rondje lopen. Het woord ijsberen komt ergens vandaan natuurlijk. Ja. En inderdaad, u zegt ook al het veren plukken. Dan trekken ze gewoon letterlijk de veren uit zichzelf. Ja. Dat ziet er heftig uit. Dat ziet er inderdaad heftig uit. En weet je, en dat hoort ook niet. Je zal in het wild hetzelfde een vogel tegenkomen die gezond is, zeg maar. En dat doet. Ik bedoel, een gezonde vogel zal zichzelf nooit plukken. In het oosten van Nederland zit World of Birds. Een grote en internationaal bekende vogelopvang voor onder andere huisdiervogels. We spreken hier met Michel, de oprichter. Hoeveel dieren hebben jullie op dit moment hier zitten? Op dit moment rond 1900. Ja. We hebben iets meer dan 300 verschillende soorten. Dus ruim de helft is papegaaiachtige, maar we hebben ook vinkjes, zeisjes, roofvogels. Neushoornvogels, turaco's, beo's, van alles. Maar papegaaien is het meeste wat van huisdieren afkomst is. Ja, precies. We zien toch dat heel veel welvaartskwaaltjes ook bij papegaaien voorkomen. Dus aderverkalking, vettumoren, noem alles maar op. En dat is toch door te weinig beweging vooral en te eenzijdige voeding. Ja. Het idee dat papegaaien zaadeters zijn, daar begint het al mee. Kijk, ze eten wel ook zaden, maar dat is maar een heel klein onderdeel van hun dieet in het wild.
En het zijn ook nog geen gedroogde zaden. Dus er zijn vaak onrijpe zaden of juist ontkiemende zaden. Dus ja, de voeding is nog heel veel winst mee te behalen. En ja, zo'n kakatoe als deze, die moeten eigenlijk wel ruim 60 jaar oud kunnen worden. Maar gemiddeld worden ze 25. Oh. En dat komt onder andere door te eenzijdige voeding, te weinig beweging. Dus ja, daar is nog heel veel winst mee te behalen. Door vooral goede educatie, denk ik. Mensen moeten inderdaad goed weten wat ze doen, moeten bereid zijn die tijd erin te steken. Weet je, vogels zijn net kleuters, peuters, weet je, die hebben gewoon hun hele leven verzorging nodig. Van het moment dat je wakker wordt totdat je naar bed gaat, zeg maar. En je moet bereid zijn dat te doen. Er komt dus heel wat kijken bij het goed verzorgen van een huisdiervogel. Denk goed na voordat je besluit een vogel als huisdier te nemen en laat je vooral ook informeren. Wil je meer weten over vogels of andere dieren? Abonneer je dan op ons kanaal. En wil jij nou meer weten over het verantwoord houden van vogels? Raadpleeg dan het LICG.